Beste aanwezigen, we zijn blij dat jullie hier nu deze middag bij de Wester zijn voor de officiële opening, dus de start van het in gebruik nemen van de duofietsen. Speciaal willen wij toch onze sponsors begroeten en de wethouder Willy Hendricks namens de gemeente Land van Kuik. Het initiatief van dit project is gestart omdat wij hoorden en zagen dat met name de minder mobiele mensen, maar ook de eenzame mensen behoefte hadden om rondjes te maken in dit mooie, ja, zeg maar oude gemeente Mil. Dus nu is het Land van Kuik. En dan moet je denken aan de Molenheimse bossen, landschap Tongelaar, de Langeboomse bossen, maar zeker niet te vergeten de Kulen. Nou, en dan ben je er, dan heb je fietsen, of je hebt je geld, heb je fietsen. Maar dan heb je nog mensen die op die fietsen moeten. Nou, daar hebben we een bron van vrijwilligers, die hebben zich al aangemeld. Maar meer vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom. We hebben er inmiddels 10 of iets meer dan 10, dus dat gaat zeker lukken en ook daarvoor graag een applaus. Dan, ja, de timing is denk ik wel 100% goed, hè? Je ziet het, hè? Het zonnetje, het weer. Dus we hebben ook ons al doel gesteld dat we voor het mooie weer de fietsen in gebruik konden nemen. Nou ja, dat is gelukt. En ik heb begrepen dat de fietsenleverancier nog wat officieel een officiële boodschap aan ons heeft, of een bordje. Ja. Brandlos. Wil je dat nu doen? Ja, graag. Wij willen toch even nog een woordje doen. Wij zijn schakelfietsen uit het Hemel uit Oefeld. Wij hebben deze fietsen mogen leveren hier. En ik moet toch even kijken naar Harry, want volgens mij was het in november of zo. En toen kwam hij Beurten in Oefeld om te kijken naar de fietsen. En daar stond er wel aan. En wij vonden in Harry wel een persoon dat we zeiden van nou, daar gaan wij voor. En hij ook. Maar de bordjes heb ik, beloofd is beloofd, hè, dus die heb ik bij me. Dus die willen we ook overhandigen. Weet ik. Ja. Het is een bordje, die komen achter op de fiets. Dus de technische mensen van de Wester, die zal ik daar even zeggen hoe het is. Maar eentje voor de Wester op de zaal en de andere kant komt dan de schakel. En eentje voor de Pantijn van Allerhorst en andere. Kijk even hierin, kijk even hierin. Ja, nog eentje. Leuk, het eerste. Bedankt. Dus deze zijn voor Harry. Okay. Ja. Harry, ja. Ja. Dat is meteen het garantiebewijs, denk ik. Hè? Ja. Ja, goed. Na al deze complimentjes is het natuurlijk tijd voor de officiële aftrap. En dan wil ik Willy Hendricks het woord geven. Ja, dankjewel. Niet te lang, denk ik, hè? Want iedereen die wil nou wel eens dat die fietsen goed gezien worden. Ik wil alleen maar zeggen dat hier weer een trotse wethouder staat, want dit is natuurlijk heel knap. Dat dit gelukt is met eigen middelen, eigen geld, al is het dan hier en daar bij elkaar verkregen, maar dat is ook allemaal eigen energie die je erin moet steken en ik vind het juist goed. Mil is niet tevreden met één, nee, Mil zegt al, doen we er meteen twee. Hoog insteken. Eén voor West en één voor, hoe noemen we dat? Ja, is dat Oost of hoe noemen we dat? Mil Oost. Eén voor Mil West en één. Nou, als we dat ook zeggen, hè, straks in het blad, kijk, Mil West en Mil Oost. Ja. Yeah. Yes. Thank you.